Yo guys, Letch hier, met vandaag een nieuwe video. En vandaag is het tweede deel van Half-Life Opposing Force. Vorige keer waren we hier gebleven. Bij de ingang van het gedoe. Maar dat maakt niet uit, want wij moeten niet in het gedoe zijn. Wij moeten hier zijn. En speciaal voor ons gaan heel die dinges omhoog. Maar dat is niet erg, want we zijn speciaal. We zijn super speciaal. Ik neem aan dat ik hierin moet. Oh, loading. Oh. Boy. Oké. Okay. Ah, man. Dat geluid reept mijn oren. Oké, okay, ik ben nu hier. En ik ga hier ergens omhoog, neem ik aan. Oké. Okay. Super mooi. Maar zoveel van die dingen. Ha, ha. Ah, daar kom ik van. Even mijn headset sound wel lager zetten, want hoor, ik moet wel nog kunnen horen na het opnemen van deze video. Holy moly. Cool, die dingen. Just. Dat is ook van de eerste aflevering. No access during robotic loader operation. Oké. Maar ik neem aan dat wij te badass zijn om dat wel te doen. Allee. Mogen we hier dan in? Mogen we iets doen? Ah, ik snap hem al. Boom, bitch. Wacht. Dit. Mooi. Oké. Okay. Wat is nu de bedoeling? Ik ga... Ah, wauw, ik kan er niet op springen. Wow, dat is wel super graaf, though. Want is het niet alleen maar laten zien in de eerste aflevering van Half-Life? Oké, okay, ga weg, dan kan ik verder spelen. Oké, okay. Ah, eindelijk, rot op mijn alarm. Uh-oh, leuk parcours hier, oh. Wat is dat? Wat heb ik gedaan? Oh! Nice! Oké, okay, mooi. Voilà. Opgeruimd staat netjes, hè, mannen? Opgeruimd staat netjes. Oh! Ah, hier! Oh, dit is ook van Half-Life. En check hier. Metro. Uh-oh, I fucking screwed up. Volgens mij is het zelfs een metro van... Maar kan ik daar inspringen of niet? Ik denk niet dat de bedoeling is dat ik daar inspring. Want ik kan dat net niet halen. Maar hier is wel een ladder en die zal er toch ook wel voor niks zijn. Oké. Okay. Hier is niks te zien. Ja, oké, okay, zo moet dat. Oké, okay, en hoe zet ik dit ding aan? Oké, okay, ik heb dus blijkbaar... Oh, yes, terug in de metro. Metro is terug, jongens. This train is inbound. Oh, nice. Sector C. Please keep your limbs inside the train. Oh, deze is zo cool. Deze is zo cool. Oh, man. Zo cool. Oh, dit is zo geweldig. Trouwens, twee keer dit pad doen. Oh. Oké, okay. Hallo. Auw. Dat ding heeft mij een beetje pijn gedaan. En waar moet ik nu? Oké. Oh, cool, jongens.
zit zich nog veilig in. What the fuck? Mijn metro gaat eraf vliegen. Mijn metro gaat eraf vliegen, denk ik. Kan dat? Denk het wel. Oké. Okay. Oh, ander trein. Oh. Iemand anders was die trein aan het gebruiken. Oké, okay, hier is mijn eind. Oh, fucking mooi. Mag ik eruit komen? Mag ietsje binnenuit? Of is de deur nu ook al kapot? Ah, oké. Okay, ja, oh. Fucking hell. Ik ben nu nog maar helft van mijn held. En ik heb wel een nieuwe gun opgepakt. Candy. Stupid machines. Siebre? Hallo. Hey, you wouldn't have a quarter I can borrow, would you? Ah. Wacht. Believe it or not, I was a wuss in high school. I know it's hard to believe. Huh, maar jij zegt dat ook al. Ah, wacht. Oh yeah, sure, we'll work better as a team. Oké, dan. Ik dacht dat ik voor hem moest kapot maken, maar blijkbaar niet. Oh. Voilà. I can't believe I got that kill. Nice. Oké, we zijn een goed team. Let's go. Oké. Holy shit, hij schiet naar boven. What the fuck? That was way too close for comfort. Have you seen the new IG-88? No, I haven't. But a friend of mine. What is that, Doc? I don't know. I've never seen that species before. It's okay, sir. I can take him. You can't. No! I don't want to die! What is that? Those poor bastards. Come on. Okay, if you're sure you don't want my help. Nee, nee. Alright, let's go. Dat was een rare ding. Dat was een fuckje, dat heb ik nog niet gezien. Security. Hallo. Fighting aliens is not in my job description. Oei. Ah, wat een granaat. Oké, doe dit nu eens open. Kom aan, ander ding open doen. Hallo. Open dice. Ik wil hierin. I gotta say, that mall security job is looking pretty good right now. Ah, whatever, er zit toch geen loot in. Oh, nee, nee. Andere gun. Komt u mee? I have a better chance of surviving. Au. Wow. Merci. Ah, oké, hij wil niet meer. Doei. U was een goede hulp. Wauw, ik was serieus dood gegaan door die lift. Hopelijk ga ik deze keer niet direct dood. Oh, hallo, ik heb een vriend. Ah, nevermind. Oh! Die één van mij. Auw, zeg. Oh, nice. Deze wapen is echt goed. Insta-kill, zo, die lelijke monstertjes. Deze mannen. Oké, het is time voor... Maar ze precies... Ah, er zit wel wat in. Oké. Ah, ik kan die box kapot maken. Oké. Als ik deze game heb uitspeeld, zal er geen box meer in leven zijn. Zeker niet nu ik dit wapen heb. Let's go. Ik weet niet wat de bedoeling is, maar... Wacht. Is het met gieren?
Ah, blijkbaar wel. Dit komt mij ook vrij bekend voor. Oké, uit. Ik ga de gun pakken van zo'n blauw manneke. Oh, heli. Die horen bij mij. Je weet het gevoel dat op een gegeven moment de groene mannetjes ook terug op mij gaan beginnen schieten. Ik heb echt zo'n gevoel. Oh. Forget about Freeman. We're abandoning the base. If you have any last bomb targets, mark them on the tactical map. Otherwise, get the hell out of there. Repeat, we are pulling out. Dit is aan het zeggen tegen Freeman. Give us targets or get below. Oh, dit is echt fucking grap. Dit is al een aflevering 16 of 17. I think you didn't find Freeman. Forget it, Corporal. We are pulling out. The airstrike has started. Get to the hangar while we await evac. Oh. Dit is van aflevering Noord-Korea Simulator. Waar fuck kom ik? Wacht, hoe kom ik buiten? Oké. Oh wauw, gaat hij die neerknallen? Where's Freeman? We don't have time to mess around here. You've got to believe me. Freeman could be anywhere. I'm not letting you go until you talk. Oh wow. Ik heb mijn ouders helemaal niet gekregen om die neer te knallen. This is my post, sir. Maar zou ik even langs u mogen gaan? Want ik moet. Ik zou graag die dingen daar willen hebben. Oké. Okay. Ik krijg iets te veel armor en zo. Wajoe, dan niet uit dikzak. Oké. Okay. Ik ga even allemaal mooi kapot maken. Dus we zitten echt al heel ver in het verhaal en woorden. Dus we zitten eigenlijk al bijna in Xenol. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het verhaal gaat evolueren. Hallo? Fuck off! Wat is dit? Huh? Nee! Are you kidding me? Wacht, hoe kom ik daar beneden? Dat is zo fucking... Huh? Oh my fucking god. Hoe moet ik er dan uit? Oh, fuck. Zegt u, G-Man heeft iets tegen mij, niet normaal. Het is niet fucking... What the fuck? Waar de fuck sloeg dat op? Ik werd gewoon geskipt. Ze zijn zonder mij vertrokken, super nice. Oké. Okay. Oh. Nice. Dit is trouwens echt een slecht wapen, ik hoop niet. Oh wow. Dat ene klein wapen is zo verschrikkelijk goed. Maar ze hebben mij dus hier achtergelaten. Fucking nice. Nu ben ik echt benieuwd hoe het verhaal verder gaat. Maak je niet in. Are you fucking kidding me? Ja, maar moet ik daar dan in geraken? Leuk en... Ah. Oké. Wow. Waar kom ik net uit gevallen? Wat is in die kamer? Wow. Nee. En waar gaat hij? Oh wauw, ik zal het nooit te weten komen. Ik zal het nooit te weten komen. Valf, ha. Ah, nice. Ah, boy. Oh. Dit is ook van een aflevering van Half. Gadverdamme, niet naar water springen. Fucking hell.
stop met naar beneden te vallen. Stop het. Fucking. Stop het, nee. Ik ben helft voor niks aan het verliezen. Nee. Wauw. Stop. Oké. Oh, nice. Oh, boy. Ja, ik snap het wel. Zo. Oké, ik weet niet wat de bedoeling was, maar het werkte. Oh, dat is leuk. Dit is leuk. Geen fucking idee naar waar ik toe moet. Ik weet het al. Oh my. All about timing. Oh, en alles staat hier in de fik. Oh, dat is in de metro. Maar er zijn zo fucking veel references. Ik ga echt letterlijk naar overal waar we zijn geweest in Half-Life 1. Ah, ja, godver. Oké, okay, ik moet gewoon de goede mensen brengen. Het moet niet zo moeilijk zijn. Nu. Ah, wauw. Die heb ik nog niet gezien. Ah. Zigzag. Oké. Okay. Dat was een speciaal man. Oké. Okay. Ik ga wel kapot. Oké. Okay. Oh nice, allemaal een held. En jij ook nog iets, kom op. Aan de andere kant had ook iets. Ja, wacht, kan je hier iets zien? Ah, nevermind. Oké. Okay. Nice, night vision. Niks. Geen idee waar hier is. Oh, wereldwijd leuk. Wow, are you kidding me? Ik moet erin lopen. Oh, bitch. Waarom heb ik altijd mijn wapen? Maar wat voor dingen zijn er dan? Wat de fuck gooit hij? Oké. Okay. Wat is dat? Hoe moet dat vuur voorstellen? Wat de fuck voor machines zijn? Wat de hel? Ja, ga gewoon dood. Oké, okay, mooi. Wauw, dit is gewoon half cent of zo. Wat ik wel deed, dat dit fucking cool is. Werk nu de soort van DLC? Vind ik de DLC nu een soort van leuker dan de main game? Ik denk het wel. Do not obstruct Death Flame. Dan weten we al gelijk wat we moeten doen. Hè. Ah, we moeten nou met dit doen. Sowieso, ik kan niet anders. Oké. Voor twee de shit. Oké, mooi. Let's blow up some shit. Oeps, ik stond iets te dicht. Oké. Okay. Oké. Okay. Wat is hier te zien? Ha. Wait, mag ik me een beter gun ervoor gebruiken? Oké. Okay. En voor de headcrabs gebruik ik deze gun. Nee, nee, nee. Voilà.
Oké. Maar ik moet iets dichter staan. Oh. Nice. Oké. What the fuck, mooie mine. Ik kan wel held gebruiken. Oké, misschien moet ik de aflevering wel eens afsluiten. Whoops. Oké. Dat is duidelijk naar waar ik moet. Oké, dus we zijn terug een soort van outside. We zien daar een man op de grond. Maar dat is voor de volgende keer. Ik hoop dat deze video van Half-Life Opposing Force een beetje leuk vonden. En als je een beetje leuk vond, doe als een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Half-Life Opposing Force. En ik zeg ciao.